Onze enige hulp en al onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat enig werk dat zijn hand ooit begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Welkom in deze trouwdienst, waarin God zijn zegen wil geven over het huwelijk van Ronald en Lois. Wij zullen met elkaar nu de dienst vervolgen met Psalm 36, daarvan vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Een lofzang op God die het goede geeft uit zijn handen. Psalm 36, daarvan vers 2, en de voorzangers zullen voor ons zingen. Wij beleiden deze avond het geloof met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En daarna zullen we met elkaar Psalm 68 vers 10 zingen. Psalmen zijn uitgezocht door Ronald en Lois. Opnieuw een lofzang voor God die met het diepste ontzag geloofd moet worden. Psalm 68 vers 10 na de geloofsbelijdenis. Ik wil jou uitnodigen om mee te zeggen en mee te spreken in je hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel. Maar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van al de christenen over de hele wereld. Ik geloof in de vergeving van al mijn zonden, de wederopstanding van het lichaam uit de dood. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen en daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. Zullen we met elkaar bidden om de doorwerking van de Heilige Geest in dit uur. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. U bent liefde in uzelf. U de Vader hebt de Zoon lief en u de Zoon hebt de Geest lief. En u de Geest hebt Vader en Zoon lief en u de Zoon heeft de Vader lief. U bent één, drie eenheid van liefde. Drievuldige liefde. En waar mensen de liefde opdoen, ontvangen zij iets van u. U geeft liefde in deze wereld als een weldaad, als een oase, als een warm bad. In deze gebroken wereld waarin er zoveel duisternis is, heeft u het geheim van de liefde
bewaard voor ons en behouden. Heren, wij hebben de dingen stuk gemaakt en maken de dingen zo snel stuk, maar u bouwt op. U schept liefde, u schept nieuwe liefde. En vandaag zijn we verzameld rondom Ronald Broeren en Lois Bikker. Een nieuw huwelijk wordt gesloten, is al gesloten vanmiddag bij de burgerlijke stand. En nu verlangen zij ook aan u het ja-woord te geven. Want heren, wij gaan niet zonder u. Wij kunnen niet zonder u gaan. Want aan uw zegen is alles gelegen. En zo komen wij samen met hen. Als onze geliefde gemeenteleden. Geliefde vrienden. Vriendinnen. Geliefde kinderen. Kleinkinderen. We brengen hen als kring bij u. En samen met hen smeken wij uw zegen af. Kom met uw zegen, de huwelijkszegen, heren. Voor niets minder dan dat zijn we hier. En wij smeken het u. Schenk die uit genade om Christus wil over Ronald en Lois. Houd u uw zegenende handen boven hun hoofd en boven hun huis. Want heren, wij danken u daarvoor ook. Dat ze hun huis mogen betrekken. De Standerdmolen 14. U hebt dat gegeven. Er is in de afgelopen weken en maanden veel gebeurd om alles rond te krijgen. En nu zijn alle dingen gereed. En nu de bruiloft. En wij danken u, heren, voor zoveel goede gaven al vandaag. In het maken van de foto's. Het weer dat meezit, meedoet. De wind die waait. De wind ook die vreugde geeft. De wind van uw geest, daar bidden wij ook om deze avond. Kom, doorwaai ook dit gebouw, Heilige Geest. Wij bidden u, heren, en wij danken u op een dag als deze. Wij danken u ook samen met Ronald en Lois dat zij in een gelovig gezin mochten opgroeien. Een warm nest waarin zoveel goeds is ontvangen. Van vader en moeder, van beide kanten, door broers of zussen, zusjes. Heren, u hebt al zoveel geschonken. Ook in het werk dat ze mogen hebben. Ronald bij het bedrijf, waar hij helemaal voor gaat. Wat in zijn hart zit. Zegen ook het bedrijf. En wij danken u ook met Lois voor het werk bij Uniek Zorg. Heren, wat bijzonder dat u ook die gave hebt gegeven om er te zijn voor mensen met een beperking. Lichamelijk, verstandelijk, sociaal of emotioneel. U weet wat. U kent ieders leed. En ook op een dag als deze is het kwetsbare leven in beeld. Daarvoor danken we u. Voor die ontmoeting ook vanmiddag. Met een van de cliënten vandaar. Heren, wij bidden u om een zegen voor al dat kwetsbare leven. Heren, wij bidden u voor allen. Voor wie een dag als deze wellicht lastig is. Die voelen zich geconfronteerd met verdriet. Met scheiding. Met wegvallen van geliefden wellicht. Heren, wij denken aan opa den Uil. Wij danken u dat hier ook opa en oma Broeren mogen zijn. Opa en oma van Voorthuizen en Bikker.
U gaat door in de geslachten. Uw trouw, Heere, is groot. Wij weten niet hoe we het uit moeten drukken. Zegen ons in deze dienst vanuit Sion, het hemels Jeruzalem. Daal af met uw zegen. Rots der eeuwigheid. Rots der eeuwen. Spreek tot onze harten door uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. We gaan de schrift openen, gemeente. Psalm 62. Psalm 62 is uitgangspunt voor de verkondiging, in bijzonder vers 3. Psalm 62. God alleen is onze toevlucht, staat erboven. Een psalm van David voor de koorleider over Jedutun. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden. U zult zijn als een hellende wand. Een instortende muur, zeker. Zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God. Want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots. Mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te allen tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Zeker, eenvoudigen zijn een zucht. Aanzienlijken een leugen, in de weegschaal gewogen zijn zij tezamen lichter dan een zucht. Vertrouw niet op onderdrukking. Stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken. En ik heb dit tweemaal gehoord. Dat de kracht van God is. Ook de goede tierenheid is van u, Heere. Want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. In de verkondiging staan wij stil in het bijzonder bij vers 3. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Hij is een veilige rots. Hij is mijn veilige rots. Dat is het onderwerp voor de preek. Hij is mijn veilige rots. Nu eerst weerklank 443. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Weerklank 443 is dat. Daarvan alle zesde coupletten zullen met elkaar zingen.
naar de preek, Psalm 62, vers 4 en 5. Dat is een samenvatting van de preek. Psalm 62, vers 4. Hij is mijn rots, mijn heil in nood. En vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots. Psalm 62, 4 en 5, na de verkondiging. Hij is mijn veilige rots. Vanuit Psalm 62, daarvan vers 3. Geroepen gemeente van Christus. Beste Ronald en Lois, familie Broeren en familie Bikker. Hij is een rots. Hij biedt bescherming en veiligheid. Hij laat zich niet meesleuren in mijn emoties. Hij zet mij op mijn plek. Hij beschermt mij. Hij is mijn fundament. Hij houdt mij staande. En hij laat mij in mijn waarde. Zijn liefde voelt beschermend en vertrouwelijk. Van wie zullen die woorden zijn? Het zijn woorden van Lois aan Ronald. Maar zouden het niet even goed woorden van Lois en Ronald aan God kunnen zijn? Het beeld van de rots, wat jullie noemden in de gesprekken, brengt mij met jullie vanavond bij Psalm 62. Psalm 62 is een lied van rotsvast vertrouwen. Dat wordt uitgesproken. Het is echt een vertrouwenslied. Het is een heerlijke psalm daarom van David, de man naar Gods hart. Het gaat over stil zijn, verwachting hebben van God en vertrouwen op zijn kracht. Ik denk in vers 9 staat het centrum van de psalm. Vertrouw op hem altijd, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. En dat de Heere te vertrouwen is, dat bij hem de beveiliging is, de beschutting is, dat is wel zeker. Want dat woord zeker klinkt maar liefst 5 keer in deze psalm. Hè? Aan het begin van 2, aan het begin van vers 3, 5, 6, 7. Zeker. Dat zekere vertrouwen op de Heere komt in deze psalm ook tot uiting in de houding van het innerlijk, de ziel. De ziel is namelijk door die zekerheid, door dat vertrouwen, tot rust en stilte gebracht. Dat zegt vers 2, hè? Zeker, mijn ziel is stil voor God. Zwijg voor God, mijn ziel. Rustig is de ziel. En dat is opvallend. Want de rust die de psalmist uitstraalt, heeft hij bepaald niet van zichzelf. Want het toneel van heel Psalm 62 dat ons wordt geschetst, het toneel is bepaald niet rustig. Eerlijk gezegd, geliefde aanwezigen, heb ik altijd een beetje moeite met Psalm 62. Vooral bij de versen 4 en 5 en vers 10 en 11. Ik weet niet of dat hier vanavond mensen zijn die niet naar de kerk gaan vanuit zichzelf en niet kerkelijk zijn. Nou, ik voel dat eigenlijk altijd wel als dominee in zo'n trouwdienst. En ik schaam me er eerlijk gezegd ook een beetje voor. Voor zulke ruige woorden en ruwe woorden als in de versen 4 en 5 en 10 en 11. En eerlijk is eerlijk, gemeente. Ik heb er even over gedacht om te stoppen in jullie trouwdienst bij vers 9 en dan de rest maar achterwege te laten. En dan hebben we in vers 9 het vertrouwen op de Heere dat hij een toevlucht is. Nou, punt. Dat is een mooie gedachte om mee af te ronden. Met dat soort teksten kun je binnenkomen bij mensen die ook niet van de kerk zijn, denk ik dan. Want in vers 10 en 11 gaat het dan nog een keer over dat kwaad. En het vertrouwen op vermogen en op macht, onderdrukking, wordt daar vlijmscherp afgekeurd. Is dat niet een beetje te veel van het kwaad
op een trouwdag die alleen maar mooi hoort te zijn? Zal dat niet afstoten? Niet-kerkelijke mensen afstoten, dat is dan mijn angst. Ik heb even geaarzeld, maar gemeente, ik ben toch niet gestopt bij vers 9. Want juist denk ik, hè, die ruige tonen van 4 en 5, van 10 en 11, die schetsen voor ons het toneel van het kwaad, waar tegen die achtergrond die psalmist dan rustig is. Het laat zien, hè, dat vertrouwen op God helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat je veiligheid vinden bij God helemaal niet zo makkelijk is. Het kraakt, het stormt in de psalm. Het gaat ook geweldig tekeer in het leven van die psalmist die David heet volgens vers 1. En als we dan zo jullie trouwtekst lezen, want dat is het, hè, die gaat met jullie mee, je leven lang hoop ik. Als we jullie trouwtekst lezen, vers 3. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Dan lijkt dat op het eerste gezicht zo rustig opgeschreven. En je zou denken, nou, als David dat schrijft, dan zit hij dus wel hoog en droog, hè? Veilig en wel. Hoog, letterlijk, op een rots. Droog, letterlijk, in die veilige vesting. Ik heb even een afbeelding laten afdrukken in jullie liturgie. Daar zie je een vesting, een kasteel staan, hè? Hoog op een rots, op een berg. Dat is het beeld van Psalm 62. David, die daar waarschijnlijk in die vesting, in dat kasteel verblijft. Of in ieder geval daar hoog op die rots is. Kastelen werden vaak op rotstoppen gebouwd. Dat was strategisch slim natuurlijk. Dan kon je vijand veel minder goed te pakken krijgen. Als David daar verblijft, hoog op die rots, in die veilige vesting, dan is hij inderdaad ver weg van de bewoonde wereld. Dan is het daar rustig, ja. Maar zo is het niet altijd geweest. David heeft beroering en opstand gekend, vertwijfeling, miskenning, minachting. Hij heeft haat beleefd in zijn leven. Van koning Saul, die mooie woorden sprak binnenshuis, als hij op die harp tokkelde. Maar buiten het paleis vervolgde Saul hem en werd David door Saul vervloekt, zoals vers 5 dat dan zegt aan het einde. De vijanden van David zijn als een hellende wand, een instortende muur. Dat is een sprekend beeld natuurlijk, hè? Je kunt je voorstellen zo'n dikke stenen muur die dan, ja, wat scheef begint te staan. Hij staat op instorten, zeggen we dan. Stel je voor dat je daar onderlangs moet lopen. Grote kans dat die hellende wand, die instortende muur over je heen komt. Dat is levensgevaarlijk, dat is bedreigend. Nou, zo was mijn leven, zegt David, zo bedreigend. Ik stond op instorten. Ik stond op instorten. Ik dreigde bedolven te worden onder de gevaren van het leven. Door al die kwelduivels om me heen. Ik wankelde. Wankelen in jullie trouwtekst betekent zoveel als kopje ondergaan. Het ligt zelfs tegen sterven aan. Dat heeft David allemaal meegemaakt. Maar nu is zijn ziel stil in hem. Die stilte, Ronald, van binnen. Is dat niet iets voor jou? Het is zo stil in mij. Het is zo stil in mij. Van buiten stormt het soms. En het kraakt. Maar jij bent nuchter. Je laat je volgens mij niet van je stuk brengen. De stilte van je eigen karakter wordt hier echter niet direct bedoeld. Davids ziel is stil vanwege God. Stil tot God. God maakt hem stil. Onrustig is zijn hart, totdat het rust vindt in zijn God. Dat is het geheim van de psalm.
Dat is niet vanzelfsprekend. Die stilte voor God is een godsgeschenk. Die kunnen we niet maken. Want onze ziel is van onszelf een onrustige zee. Zeker als we gevoelsmensen zijn. Je glimlacht een beetje, Lois. Je schommelt soms in jezelf als gevoelsmens zo hevig op en neer. Voortgedreven tussen zekerheid, dan weer onzekerheid. Tussen tevredenheid en dan weer ontevredenheid. Tussen begeerte en tussen genoeg hebben. Tussen angst en blijdschap. Het gaat soms zo schommelend heen en weer in je ziel, hè? Net als een hartfilmpje. Je leeft soms tussen walging en verwondering. Dat alles. En wij tobben soms over onszelf hoe het moet gaan in ons leven. Zeker als we gaan trouwen, in de voorbereidingen zitten op onze trouwdag. Praktische vragen die onrust geven. Hoe moet dit? Hoe moet dat? Waarom kost het eigenlijk allemaal zoveel, zo'n huis inrichten? En waarom kan niet alles in coronatijd, telkens weer blokkades? Laatste weken gelukkig weer meer ruimte, toch weer meer mogelijkheden. Geef je blijdschap, ontspanning. Je kunt er verder over tobben, hè, dat je onrustig bent over dat je je ouderlijk huis gaat verlaten. Je lieve papa en je moeder als beste vriendin. Hoe zal het zijn om de oversteek te maken naar jullie toekomst samen? Onrustig is je ziel. Als je dat alles soms overdenkt en de tranen eerlijk gezegd ook dichtbij op een trouwdag, toch? Trouwen is dan ook een fase in een nieuwe fase. Een fase in een nieuwe fase van je leven. Je kunt ook terugkijken op een dag als deze. Je kunt dan ook geestelijke onrust ervaren. Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan thuis? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezegd? Hoe heb ik me opgesteld? Deed ik ook dingen verkeerd? Is er daar vergeving voor? Vergeving voor die geestelijke schuld die ook onrust kan geven? God weet van al die onrust op je trouwdag. Wij zijn nergens dieper gekend dan aan zijn voeten vandaag en aan zijn hart. Zo bijzonder. En nu is Davids ziel rustig en stil geworden. En in vers 3 zingt hij het voluit. Het orgel gaat helemaal open. Zeker, hij is mijn rots. Hij is mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. En dan zomaar 3 beelden, hè, in jullie trouwtekst. Rots, heil, redding en veilige vesting, een kasteel. Ik denk het gaat in die 3 godsbeelden om 1 en hetzelfde. Het gaat om bescherming, om veiligheid, bevrijding, beschutting tegen het kwaad. Het gaat om vrijheid. Jezelf vrij weten en voelen. En de rots is dan een natuurbeeld. Ik weet niet helemaal of dat jullie bergmensen zijn. Dat heb ik allemaal niet verkend, maar misschien ook helemaal niet. In ieder geval spreekt het beeld de rots jullie wel aan. Het is het beeld voor verhevenheid. Voor grootsheid. Wie wel eens in de berg is geweest, weet van de grootsheid. Van de bergmassieven en de bergplateaus. Die enorme rotsblokken met die geweldige rotspunten soms ook. Van die prachtige vormen aan ons verschijnen. Zo is God. Als de rots van de eeuwen. Massief. Solide. Onwrikbaar. Zeker. Het fundament waar je op bouwen kunt. Hou vast. Hè? Je gaat verder in je leven. Je hebt behoefte aan een solide basis. Hier wordt de basis je aangereikt. Hij is jullie rots. Een rots is ook een beetje stoer, hè? En onverzettelijk. Sterk. Nou,
zo eeuwig, sterk en vast staat God mijn rotssteen, zegt de psalmist. En bij hem kun je huilen en schuilen. Hij zegt, kom maar naar huis. Kom maar naar huis. Treed mijn rots maar binnen. Bij mij is plaats. En allen die mij aannemen, die geef ik volmacht om mijn kinderen te zijn. En weet je, je kunt bij de Heere, zo gezegd, je jas ophangen aan de kapstok. Je schoenen uitdoen. En hij wil weten hoe het met je is. En hij laat je praten, Lois, met alles wat je zeggen wil. En hij luistert naar je stilte, Ronald. Samen stil zijn met de Heere. En dan tegen de Heere zeggen, zo is het goed. Zo is het gewoon goed. Stil zijn bij God die jullie rots is. Dat wens ik jullie toe, hè? In jullie huwelijksleven. Ook te midden van de onrust die er ook soms zal zijn. In het huwelijksleven. Je eigen zielenleven. Het leven ook in het bedrijf. Zeg het telkens weer samen. Hij is onze rots. Onze redding. Niet dat je dat altijd zo voelt. Maar als je het zegt, ga je het weer ervaren. Dat is het geheim. Als je ervan getuigt dat hij het is, ga je het weer ervaren. Ja, wie het niet zegt dat God zijn rots is, die blijft twijfelen. Die blijft wankelen. Die blijft onzeker in zijn leven. Die blijft maar speuren en roepen om zekerheid. Maar die is nooit bereid om te zeggen dat God zijn rotssteen is. Ja, wat doe je jezelf ook aan? Door dat niet te zeggen, sluit je jezelf buiten. Maar door jezelf als het ware naar de Heere toe te bewegen. En te zeggen, u bent mijn rots, mijn redding. Mijn veilige vesting. Vind je hou vast in je leven. En dat Gods vertrouwen te midden van de bedreigingen van het leven, dat hebben we zo nodig. Want we kennen onze toekomst niet. Hoe zal het gaan? Kinderen of geen kinderen, handicaps of juist zegeningen, financiële tekorten of juist overvloed, ziekte of toch levenslange gezondheid. We weten het niet. Maar vertrouw niet op geld, vertrouw ook niet op je eigen instinct hoe het ongeveer wel zal lopen, maar vertrouw op de Heere. Hij is je rots en je heil. En dat God in zijn voorzienige regering over jullie zorgt, dat is wel duidelijk geworden. Want wie had jullie nou eigenlijk bij elkaar bedacht? Huh? Ronald, de jongen die nog nooit met een meisje gepraat had buiten zijn eigen zusjes om. En Lois, die zoveel te zeggen heeft, maar wonderlijk genoeg kiest voor een stabiele, nuchtere jongen, die soms ook gewoon stil is. En dat soort dingen bedenken wij allemaal niet, maar dat komt ons nu allemaal toe vanuit Gods voorzienige zorg. Hè? Dus dat hij jullie kent en voor jullie zorgt, dat is wel duidelijk. En zo mag je jezelf toevertrouwen samen in je huwelijk en fluister het maar, hij is mijn veilige rots. Ook wanneer ik wankel, u richt mij op. Wanneer ik val, dwars door de storm, bent u Heer het anker. En ik stel mijn hoop alleen op u. Heel persoonlijk dus. Mijn rots. Hè? Dat onderstreep ik even. Het persoonlijke van jullie trouwtekst. Moet je eens kijken, daar staat in jullie trouwtekst 3 keer mijn. Mijn rots, mijn heil, mijn veilige vesting. Daar zit, zo gezegd, Ronald, de toe-eigening in. In dat mijn zeggen. En dat is voor jullie allebei zo nodig. En van jezelf afzien, buiten jezelf
Zien op Hem. Zo word je gered. Hij is de veilige rots buiten jou. En zeg dat samen. En wie op zichzelf ziet in zijn leven, die gaat beven. Die gaat wankelen. Wie op Hem ziet, die gaat leven. Die staat vast. Er is eens een dominee geweest, die heeft in deze gemeente gestaan. En die heeft gezegd, als ik op mezelf zie, dan beef ik. Maar als ik op Hem zie, dan leef ik. Het geheim van de toe-eigening zit dan ook in die rots. Dat zit niet in jezelf en wat jij zegt, maar dat zit in die rots. Waar je toch op de een of andere manier naartoe getrokken wordt. Door zijn woord, door zijn geest. Door de lokking die van hem uitgaat. Hij stelt zich als rots zo voor je open. Zoals een grot in de rots open staat. En niemand je tegenhoudt om daar naar binnen te lopen. Zo stelt God zich open voor ons. En jullie mogen, als de zonde je benauwt, huwelijkszonde, zien op de vaste rots van je behoud. Ook als het goed gaat. Want het gaat met velen van ons vandaag goed, gemeente. Wat hebben wij niet aan zegeningen ontvangen van voorspoed, welvaart. Velen van ons hebben genoeg geld. Velen hebben het goed. Juist als je het goed hebt, heb je het nodig te beseffen, dat komt nu bij jouw rots vandaan in de hemel. Zie op hem, op zijn belofte. Hij heeft het gezegd, ik zal u niet loslaten. Ik zal u niet verlaten. Hij heeft het beloofd, wie mij de zonde beleidt. Ik ben getrouw en rechtvaardig om je de zonden te vergeven, te reinigen van alle ongerechtigheid. En kom daarom naar huis, mijn kind. Kom nu toch naar huis. Wat top je nog voort in je eigen leven? Waarom zou je zonder God voortleven? Kom toch naar huis, zegt de rots. En zo moet je als het ware elkaar erop wijzen en opporren. Kom naar de rots toe. Op hem zien. Ik wil tot slot nog iets zeggen over het laatste stukje van de trouwtekst. Ik zal niet al te zeer wankelen. Ja, dat is sterke geloofstaal natuurlijk, dat proef je. En wij zijn dat helemaal niet zo gewend om te zeggen als gereformeerde mensen. Hè, ik zal niet al te zeer wankelen. Want wij zijn diep onder de indruk van ons wankelen en twijfelachtige en onzekere hart. Daar zijn we van onder de indruk. Wij zeggen dat niet zo snel. Ik zal niet al te zeer wankelen. Wat moeten we daar nu toch mee? Nou, in de eerste plaats beseffen dat Christus deze psalm gebeden heeft en gezongen heeft. Hij is de eerste die de psalmen voor ons doorneemt. En hij kan het met recht zeggen, hè, Christus. Ik zal niet al te zeer wankelen. Niet al te zeer. Kijk eens, vers 7 maakt er nog wat meer van. Ik zal niet, helemaal niet wankelen. Luther die zegt, ja, wij mensen, we zijn eenmaal gewankeld en gestruikeld in Adam. We zijn gevallen in de zonde. Maar dan volgt het, Luther zegt, in Christus zal ik niet meer schutteren en waggelen en wankelen en te neerliggen. Christus is jullie heil, jullie redding, jullie vergeving. En weet je, wanneer je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan ziet de Vader jou alsof je nooit gewankeld hebt. En dan kun je het ook zeggen, ik zal niet al te zeer wankelen. Zo ziet de Vader mij door Christus. Wat een genade. Jullie redden het in je huwelijk alleen als je op Christus ziet. Al wil je een wankelend huwelijk, dan moet je vooral niet op Christus letten. En dan moet je vooral je eigen ding gaan doen. Dat geldt voor ons allemaal. Wil je een wankel huwelijk,
dan moet je vooral gaan voor je eigen gelijk. Dat je zelf aan je trekken komt in het huwelijk. Dat jouw plannen doorgaan. Maar al wil je het redden, al wil je een sterk huwelijk, zie dan op Christus. In hem heb je beet. In hem red je het. Want hij is je heil, je redding. En je zult niet al te zeer wankelen. Ik had ook kunnen kiezen, Ronald en Lois, voor vers 7 als jullie trouwtekst. Ik heb dat niet gedaan. Vers 7 is nog meer geloofstaal. En in vers 3 zit dan nog iets van de ervaring opgesloten van ons mensen. Ik zal niet al te zeer wankelen. Dat betekent, we wankelen wel af en toe. Hè? En dat zal jullie huwelijkservaring ook zijn, denk ik, of worden. Af en toe wankelt het. Zijn er spanningen? Is er temperament? Soms is er ziekte of narigheid. En daar begrijp je elkaar niet altijd direct. Helaas gaat dat zo. Een beetje wankelen. Jawel. Maar ach, het is een schudden aan jullie huwelijkshuis. Toch niet meer dan dat. Je wankelt tenslotte niet, want Christus houdt je vast. Dat zegt deze tekst. In hem is je redding. En dwars door al dat schudden heen en dat beetje wankelen heen in je leven, leer je juist sterker op hem te zien en afhankelijker van hem te worden. En als jij wankelt en waggelt, dan is hij de rots in de hemelse heerlijkheid die je van bovenaf vasthoudt hier beneden. En zo ga je je weg omhoog. Ik denk, geloven is bergbeklimmen. De rots met beide handen beetgrijpen. Zoals bij een klimwand bij bergbeklimmen. En zo stapje voor stapje onderweg naar de hemel. En nu zet je een stap in geloofsvertrouwen. En daar grijp je in geloofsvertrouwen naar Christus. Maar dan kijk je ineens naar beneden en dan wankel je weer. En je glijdt weer een beetje omlaag. Maar je bent gezekerd. Van boven, als een bergbeklimmer gezekerd is. En hij zal nooit laten varen de werken van zijn handen. En dus mag je weer een stapje zetten op de rots Christus. En voetje voor voetje leer je samen Christus beter kennen in je huwelijk. En als je zo aan het berg beklimmen bent hier op aarde, dan fluistert hij het je in, hou vol. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En wees getroost, dat is het laatste wat ik zeg, wees getroost. Je hoeft niet in eigen kracht te klimmen. Het is zondag Pinksterfeest. Het feest van de geest. En de geest is de kracht van God. Pinksteren is het ook in Psalm 62. Kijk maar, vers 12 aan het einde. Ik heb 2 maal gehoord dat de kracht van God is. Dat is de Pinkstergeest. En hij zorgt ervoor dat je innerlijk vaststaat, die Pinkstergeest. Dat je niet al te zeer zult wankelen. Hij is je innerlijke kracht. De geest binnenin. Zo is de Vader de rots, Christus de rots en de Heilige Geest de innerlijke rots. En zo worden jullie in jullie huwelijk gered. Want hij is je heil. En zo ben je beschut. Want hij is je kasteel waarin je woont. Nog veel mooier dan de standaardmolen, hè? Hij is de Heere der heerlijkheid. Die in zijn schoonheid zo genadig, zo liefdevol, zo schoon is. In hem te wonen, daar krijg je geen genoeg van. Amen. Thank you.
Wij zullen met elkaar overgaan tot de bevestiging van jullie huwelijk. En daarvoor zullen we eerst met elkaar gaan lezen uit wat de Bijbel zegt over het huwelijk. Het huwelijksformulier. Ronald, broeren en Pieternella, Simktje, Laurina, Bikke. Nu jullie dit huwelijk hier in de kerk, in het openbaar, in Gods naam willen laten bevestigen. Hoor dan uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is. En dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mogen jullie in jullie hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in jullie vreugde, maar ook in jullie verdriet. Aangezien ook de gehuwden in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwden wil hij zegenen en bijstaan zoals hij beloofd heeft. En die in ontucht leven en overspel bedrijven, wil hij daarentegen oordelen en straffen. Voor alles behoren jullie te weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij regeren zou over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaat daarvan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Men zal haar vrouw heten, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moeten jullie er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haarzelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog aan ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen te Cana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden. En dat hij de gehuwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. En opdat jullie in jullie huwelijk Godvrezend mogen leven, behoren jullie vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede is dat zij hun kinderen, wanneer zij die ontvangen, in de ware kennis en vreze Gods zullen opvoeden tot zijn eer en tot hun zaligheid. En de derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn allen die de leeftijd hebben en de gaven der onthouding niet bezitten, naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen zij doen naar christelijke regel, met medeweten en instemming van hun ouders of voogden en vrienden. Zo zal de tempel van God, ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Verder behoren jullie te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander, overeenkomstig het woord van God. Allereerst zult u, bruidegom Ronald, weten dat God u gesteld heeft tot hoofd van de vrouw. Zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw liefhebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente liefgehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand, omdat jullie beide mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven zijn, en opdat jullie gebeden niet verhinderd worden.
En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent, om het gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdende, de kwetsbare medemensen daarin te laten delen. Vervolgens zult u, bruid Lois, weten hoe overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man. Zoals het lichaam zich naar het hoofd en de gemeente zich naar Christus schikt, zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn als uw goede Heer. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het vrouwelijke geslacht gesproken. Naar uw man zal uw verlangen uitgaan. En hij zal over u in liefde regeren. Deze beschikking van God zult u waarderen. En zo het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God vertrouwden. En hun mannen dienstbaar waren, zoals Sarah Abraham gehoorzaam geweest is en hem haar Heer noemde. Je zult ook je man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan je gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven, zonder pronkzucht om anderen tot een voorbeeld te zijn. Tot slot, Ronald en Lois, houd steeds in gedachtenis dat jullie beide erfgenamen van Gods genade zijn. En zo zullen jullie in wijsheid met elkaar samenleven en niet verbitterd tegen elkaar zijn, opdat jullie gebeden niet verhinderd worden. Ik neem u allen die hier nu bijeen bent tot getuige dat er geen wettige bezwaren tegen het huwelijk zijn ingebracht. En omdat het goed en gepast is dat jullie huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God jullie voornemen dat Hij jullie gaf bevestigen. Jullie begint zij in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik zal nu naar beneden komen om jullie de huwelijksvragen te stellen. Voordat ik dat doe, zal ik ook eerst even mijn handen desinfecteren vanwege de maatregelen. Als ik dan naar beneden kom, wil ik vragen of jullie op willen staan ondertussen en elkaar de rechterhand willen geven. Als jullie ja-woord geklonken heeft, zal er gezongen worden uit Psalm 26, daarvan vers 8. En als jullie geknield liggen, zullen jullie de zegen ontvangen. En als de zegen is uitgesproken, mag u allen gaan staan om toe te zingen uit Psalm 134, daarvan vers 3. Daar mag u wel meezingen bij het toezingen van Psalm 134, vers 3, na de zegen. Ronald, broeren, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Pieternella Simktje Laurina Bikker hier tegenwoordig. Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in ziekte nog gezondheid, tot de dood u zal scheiden of tot Christus zal terugkomen op de wolken van de hemel. Belooft u dat u haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is. Belooft u dat u heilig met haar leven zult, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilige evangelie. Wat is daarop uw antwoord voor God en zijn gemeente? Pieternella Simktje Laurina Bikker, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Ronald Broeren hier tegenwoordig.
Belooft u dat u hem nooit zult verlaten, in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in ziekte nog gezondheid, tot de dood u zal scheiden of tot Christus zal terugkomen op de wolken van de hemel. Belooft u dat u hem lief zult hebben en zult gehoorzamen om hem te dienen in de liefde en te helpen zoals een gelovige en trouwe vrouw haar man verschuldigd is. Belooft u ook dat u heilig met hem zult leven, hem trouw zult zijn in alle omstandigheden overeenkomstig het heilige evangelie. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Ronald en Lois, de Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot dit heilige huwelijk geroepen heeft, verbinde u met oprechte liefde en trouw. En hij geve u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen. Zal nu de huwelijksbijbel worden uitgereikt door de wijkouderling Den Hartog. Beste Lois, beste Ronald. Ik mag jullie namens de hervormde gemeente van Grootammers hartelijk feliciteren met jullie huwelijk. God is goed, ook vandaag.
Jullie gaan gezegend het huwelijk in. Dat is genade en dat wil de Heer jullie geven vandaag. Het is zijn liefde. En toen moest ik denken wat er in de Bijbel staat in 1 Johannes 4, vers 16b. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem. God is liefde. Dat is groot. Blijf in God. En God in hem. Jullie mogen in hem zijn. God komt eerst met zijn liefde. Dan krijgen jullie een opdracht. Blijf in God. En dan de belofte die God geeft. Dan blijft God in jullie. Ga zo samen met God. En dan zal God met jullie zijn. Jullie zijn gezegend. Ik wil jullie deze Bijbel overhandigen. Deze Bijbel staat vol met beloften. Daar kom je nooit in uitgelezen. Gezegend zijn jullie. We lezen nog een gedeelte ter extra bescherming van het huwelijk, een aansporing. Op zich zouden jullie mogen gaan zitten, ja. Beste Ronald en Lois broeren. Hoor nu uit het evangelie hoe sterk de band van uw huwelijk is. Zoals Matthäus dat beschrijft. De fariseeën kwamen naar Jezus toe om Jezus te verzoeken en zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft en van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft en gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar voorgoed één vlees zijn. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Ze zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Jezus zei tot hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan om uw vrouw te verstoten, maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, anders dan om overspel, hoererij, en met een ander trouwt, die pleegt overspel. Geloof deze woorden van de Heer Jezus Christus. Wees ervan verzekerd dat God u samengevoegd heeft tot dit heilige huwelijk. Wees daarvan verzekerd. He? Dat is mooi. Wees ervan verzekerd dat God u samengevoegd heeft tot dit heilige huwelijk. En daarom zult u ook alles wat u in uw huwelijksleven tegenkomt met geduld en dankzegging aannemen als uit de hand van God. En zo zal naar zijn belofte alles ten beste keren, tot zaligheid dienen, want zo zal zeker de mens gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen vanuit Sion. U zult het goede van Jeruzalem zien. Al de dagen van jullie leven, vrede zij over Israël. Onze liefdevolle Heere God vervullen jullie met zijn genade en geven jullie dat jullie in geloof, liefde en eenheid lang samen leven mogen. Een persoonlijk woord van mijn kant, voordat we met elkaar gaan danken. Diepe dankbaarheid overheerst. Diepe dankbaarheid overheerst. Het is een rijke zegen dat jullie te midden van een groep van familieleden en vrienden deze dag mogen beleven. En dat het op deze manier ook kan, te midden van alle maatregelen en dingen die er zijn. Kan dit? Daar zijn we dankbaar voor. Op deze plaats denk ik in het bijzonder aan jullie familie. Jullie zijn ook echt familiemensen als ik het goed zie. Jullie ouders, geliefde ouders, moeders die voor jullie zijn als
vriendinnen en vaders, die zijn als maatjes met wie je deelt. Of dat het nu gaat over het bedrijf, of dat het nu gaat om over dingen te sparren. Beiden zijn jullie groot geworden in een warm thuis, waar jullie van jongs af ook groot werden met de Here. Het was merkbaar voor jullie dat thuis de Here gediend werd, gediend wordt. En in die sfeer van oprechtheid en ook zoekende godsvrees zijn jullie groot geworden. En daar kun je werkelijk onnoemelijk dankbaar voor zijn. Want het is niet vanzelfsprekend dat je binnen de sfeer van de vrezen des Heren, zo noem ik het maar, groot wordt. Binnen het genadeverbond opgevoed wordt. Hoe komt dat nu, dacht ik, dat jullie ouders dat aan jullie meegaven? Ik denk, dan moeten we nog een stap verder terug. Het voorgeslacht. Het is doorgegeven. Het Griekse woord voor doorgeven is traderen, van traditie. Ook grootouders wilden wat hen geschonken is doorgeven. De traditie van geloofsoverdracht doorgeven. Het is, zeg maar, grootouders, fijn dat jullie er zijn, kunnen zijn, mogen zijn. Het is een ketting, hè, van geslachten die zich aan één rijgen. En het gaat maar door. Een nieuw geslacht komt. De Heer is geweldig trouw. En het is zo bijzonder dat de Heer dit geeft. En ik stel me voor dat ik nu een greep doe in uw hart. Als ik zeg dat op de bodem van uw hart een intense dankbaarheid ligt. Dat hier twee kleinkinderen zijn die de Heer willen dienen in hun huwelijk. Kun je alleen maar dankbaar voor zijn. Want velen gaan vandaag andere wegen. De Heer is zo goed. Zo wonderlijk. Zo genadig. Familie is heel veel voor jullie, Ronald en Lois. Daarbij ook vrienden. Ik zie heel veel jonge mensen vandaag. Prachtig ook, hè. In een soort cordon van beide kanten komen jullie aanzetten. Beetje erachter. Een soort hoefijzer om het bruidspaar heen. Hè? In liefde en warmte. Ik bid jullie toe dat jullie huwelijk voor familie en voor vrienden, voor allen kwetsbare medemensen, dat het een bron zal zijn van blijdschap. Dat de liefde die jullie mogen kennen door mag stralen naar hen. Bid er maar om dat je zo'n huwelijk mag hebben. Weet je, een biddend huwelijk zal niet wankelen. Niet al te zeer wankelen. Zoals jullie trouwtekst zegt, een biddend huwelijk, dat redt het wel. De Heer houdt je vast. God zegene jullie en ook jullie ouders en grootouders. Prijs de Heer. Zullen we met elkaar de Heer danken? Stil, mijn ziel, wees stil. Want de heiligheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij knielen, Heere, op de bodem van ons hart. Voor u, die deze wonderlijke dienst geeft. Aan Ronald en Lois, maar eigenlijk, Heere, aan ons allemaal. We drinken iets van de liefde van u. En we proeven eraan. En we voelen dat dit zo goed is om aan uw voeten de liefde te proeven. Zegen hen hun leven lang. En Heere, als wij hier zitten in de kerk van Grootammers en wij u nog niet kennen, of u in ons leven misschien vaarwel hebben gezegd, of u zomaar laten lopen, dan bidden wij u, breng ons terug aan uw voeten. Bij die bron van liefde. En overstroom ons hart ermee. Heere, wees bij ons allemaal in onze huwelijken waarin wij misschien mogen staan. Help ons om niet te wankelen. Draag ons
als we vallen. In Jezus' naam, alstublieft, doe het. Heren, wij bidden voor de toekomst van Ronald en Lois. De weg gaat verder naar vandaag. Geef hen genade om zich thuis te gaan voelen aan de Standerdmolen. Om thuis los te kunnen laten en een nieuw thuis op te bouwen. Zegent u ook de ouders, die moeten ook een kind loslaten. En tegelijk, heren, blijven de banden. De weg gaat verder. U gaat door. Geef, heren, biddende ouders. Voor uw troon houden wij onze kinderen vast. Zo ook de grootouders. Zegen hen in de avond gekomen van hun leven. Geef hen uitzicht op de rots der eeuwen. Berg mijn zielen in uw schoot. Voor tijd en eeuwigheid, Heere Jezus, zo bidden wij u dit alles. In diepe dankzegging. U zij de lof, de eer, de aanbidding. U bent het waard om geprezen en gediend te worden. En wij zien uit naar die grote bruiloft die eeuwig komen zal. Waar de vreugdemaaltijd zal worden aangericht op Sion. En u, de Heere Jezus Christus, zult afdalen om uw gemeente tot u te nemen als de bruid. Maranatha, Heere Jezus, kom spoedig. Maranatha, maak alle dingen. Maar dan ook alle dingen nieuw. Amen. De lofzang, Psalm 150, daarvan vers 1. Die mogen we meezingen. Lofzang, Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. 150, daarvan vers 1. Na de zegen zal er nog een lied gezongen worden. De Lichtstad met uw paarlenpoorten. Een van Ronalds favoriete liederen, zo heb ik begrepen. Daarna zal er nog een verrassing zijn. Iets om ook naar uit te zien. En daarna zal het bruidspaar met beide ouders meegaan naar de consistorie voor afsluitend dankgebed. En daarna zullen ze nog even terugkomen.
hiervoor in de kerk plaatsnemen. En we willen u vragen om allemaal even te wachten tot het bruidspaar terug is. Als u als gast niet in de gelegenheid bent geweest om het bruidspaar te feliciteren, dan zal dat straks hier nog voorin kunnen natuurlijk met inachtneming van alle maatregelen. Maar nu eerst ontvangt u de zegen van God. De Heere zegene u. De Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. Hij verheffe zijn goddelijk aangezicht over u en over jou. En hij geven shalom, vrede. Amen.